Welkom bij mijn Flana restaurant op het Hofmanplein 83 in Den Haag. Mijn naam is Mustafa Sekeli en ik ga jullie vandaag laten zien hoe wij pidele kufte maken. Pidele kufte is geschoten met 6 stuks kufte op stukjes tandenbrood met de saus van heerlijk vers tomaten, overgoten met gesmolten roomboter, versierd met tomaten en peper. Dit is een tandoorbrood. Tandoorbrood is eigenlijk een soort tandoori-brood. Het wordt gebakken in een tandooroven. Dat is een soort steenoven met de opening aan de bovenkant. Dus eigenlijk druk je die brood in die tandooroven aan de zijkanten. Dat maakt hem zo speciaal. Vandaar dat het tandoorbrood heet. In Pakistan is het trouwens heel populair. Wij bereiden dagelijks onze tandoorbrood in een steenoven. Pidele kufte is een beroemd vleesgerecht uit het noordwesten van Turkije. In Bursa, daar is het beroemd geworden. Dit is eigenlijk een andere variant van iskender kebab. Want het enige verschil is dat de dunne kebab wordt vervangen door de kufte. Voor de rest is het eigenlijk precies hetzelfde recept. Pidele kufte is later uitgevonden en gekopieerd van het recept van iskender kebab. Het is eigenlijk ideaal als vervanging voor iskender kebab. Want mensen die geen dunne kebab lusten, kunnen altijd de pidele kufte proeven. Want het is eigenlijk iskender kebab, maar een ander jasje. Met kufte wordt het bereid. Pidele kufte wordt geserveerd net zoals bij iskender kebab. Dat je geen rijst of friet of salades of tapas erbij hebt. Want de specialiteit is gewoon dat je het zo eet met brood, tomaatsaus, yoghurt. Kufte is ook los te bestellen op onze kaart. Je kan een kufteschotel bestellen met rijst of friet. Diverse soorten tapas, salades krijg je erbij. Ik heb hiermee tomaatsaus, rode peper, roomboter, yoghurt, peterselie, zout, zwarte peper, komijn, lamsgehakt, tandenbrood en nog tomaat en peper. We beginnen eerst met de bereiding van onze kufte. Lamsgehakt, zout, rode peper, komijn, zwarte peper en we kunnen beginnen met kneden. Onze kufte gaan we 5 minuten lang goed kneden. Dan maken we er bolletjes van. Dan laten we dat alvast even rusten. Tot slot de laatste kufte. Zoals je ziet zijn het ronde kufteballetjes die je dan plat drukt eigenlijk. We beginnen met het grillen van de kufte. Dus we lopen naar de houtskool grill. Bij pidele kufte grillen we 6 stuks kufte. Peper en tomaten wordt ook op de houtskoolgril gegrild. Binnen 5 minuten zijn de kuftes gegrild eigenlijk. Kijk, de houtskoolgril geeft toch die authentieke barbecue smaak. Ik loop snel naar de steenoven om mijn tandenbrood erin te gooien. Tandoori brood gaat zo de oven in. De tandenbrood is mooi goudbruin zoals je dat ziet. Ik heb 2 pannen op het vuur met tomatensaus en gesmolten boter. De timing is heel erg belangrijk, dat je eigenlijk binnen 30 seconden moet de tandenbrood eruit, de tomatensaus moet eroverheen, de kuftes moet eroverheen en dan gloeiend heet de roomboter eroverheen. Dus we gaan heel snel voordat de kuftes klaar zijn. Die schep yoghurt hebben we nu alvast op ons bord. Vervolgens doen we alvast de gloeiend hete tomaatsaus over onze tandenbrood. De tomaten doen we alvast op ons bord. Dan lopen we nu naar de houtskoolgril. De kuftes moeten op die tandenbrood. Zoals je ziet zijn de kuftes mooi gegrild. Nog 1 keer tomaatsaus eroverheen. En dan kijk, dit is de specialiteit van pidele kufte en iskender kebab. Tot slot de laatste versiering met peterselie. Klein beetje fijn gesneden peterselie eroverheen. En dan kan het zo geserveerd worden. De
Assalamu alaikum, mosh kinderen. De combinatie met die tomaatsaus, tandenbrood, kuft en yoghurt. Heerlijk, om van te smullen. Echt een aanrader. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mevlana Restaurant en Pizzeria.